wat zeggen. Ja. Niet via een vraag, maar vorige keer had ik het over Krishnamurti. Mm-hmm. En ben ik dus filmpjes aan het kijken. En nu snap ik het wel. En ik realiseer me dat dat oordeel over dat ik hem onbegrijpelijk vind, is was van 42 jaar geleden. Voilà. Dus, you changed. Inmiddels ben ik toch iets ruimer van opvatting. Yes, geworden. Yes. En wat heel leuk was, hij ergens over sterven en hij zei precies hetzelfde wat jij toen de vorige keer tegen mij zei. Oh. Omdat je dus permanent sterft. Hè. Ah, zo, ja. Yeah. Yes. Dat was leuk. Dat oefenen we de hele tijd feitelijk. Dus what's the problem? Ja. Maar goed, ik ga nog verder met Krishnamurti. Ja. Dat is fantastisch, ja. Thanks. Wat ik nu merk is dat ik van alles de laatste tijd nogal in het extreme ben. Dus in controle, heel erg worstelend en ergens vanaf proberen te komen. Al probeer heel langzaam zitten te kijken wat is het dan. Dan denk ik blij van, volgens mij is het een enorme angst. En ik weet niet waar die vandaan komt of zo. En ik weet niet wat het is. Nee, dan kun je alleen achterkomen als je er naartoe gaat. Want anders blijft het een beetje bij gissen. Ja, is het. Dan. Ik wil niet daar weer een verhaal aan koppelen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijken wat iets is, dan weet je wat het is. En weten wat iets is, is geen verhaal. Dat is gewoon een vaststelling. En dat kan meestal, als ik weet wat iets is, is het. Heb ik daar weinig woorden voor nodig? En dat weet is dan. Omdat je ziet wat het is. Dit is een glas. Ja. Nou. Zo helder kunnen we ook naar binnen kijken. Over het algemeen zijn we wat beter thuis in die zogenaamde buitenwereld. In het kunnen benoemen en vaststellen en onderscheiden van dingen dan we binnenin zijn. Maar als we daar meer ervaring mee krijgen, voor mij kost het allemaal weinig moeite. Dit is dit en dat is dat. Ik herken het gewoon. En als ik soms het niet wist, dan luisterde ik ernaar. Want dan kan ik wel gaan zitten bedenken wat het zou kunnen zijn. Maar dat is dus gissen in de kennis die al beschikbaar is. Nou, die is onvoldoende, want anders had ik het al geweten. Dus dat heeft geen zin. Dan luister ik en dan laat het zich wel zien. Of dan vertelt het me wel wat het is. Dan is het een soort emotie of zo? Dat kan ik nog niet weten van tevoren. Als ik nog geen contact kan maken met wat het is, laat ik me over het algemeen afleiden door wat ik erbij voel en wat ik ervan vind. En dan ga ik denken dat dat het is. Dus dan gaan we heel snel roepen van dit of dat is angst. Nee, daar is de reactie erop. Dus sommige mensen komen in aanraking met, laten we een voorbeeld nemen, leegte. En dan zeggen ze, leegte is eng en saai. Nee, dat is de reactie erop, dat is niet de leegte. Je steekt één vinger, hè, dat is koud watervrees noem ik dat, in die leegte. En dan zegt het ego, oh dit is koud en saai en nihilistisch en weet ik veel wat. No it isn't. Niet als je erin oplost. De angst die ik voel is al een. Is mogelijkerwijs een reactie. En niet het ding zelf. Als het wel angst is, kan het ook zijn dat wat je als eerste voelt de angst voor de angst is. Of de weerstand tegen de angst. En dan gaan we daar ons blind op staren en daar allerlei conclusies aan verbinden. Maar we weten nog steeds niet wat dat ding is. En we weten nog steeds niet echt, behalve de benoeming, wat angst is. Ik weet alleen maar dat ik daarbij weg wil. Maar degene die goed oplet, en dat heb je al door, van het de hele tijd ervoor op de loop gaan, maakt het niet minder. So it doesn't work. Het onder controle proberen te krijgen werkt ook niet. So it doesn't work. Nee, en ook, ja, ik heb echt een hele tijd gedacht dat het door de buren kwam. Het geluid wat ze maken, maar... Dat is heel irritant, maar het komt niet door de buurt. Je hoort het, en je ziet dat toch echt, maar nu denk ik van ja, dan is er toch iets in mij wat getriggerd wordt, maar ja. Sure, en dat wil niet zeggen dat buren niet irritant kan zijn.
Maar sommige mensen die hebben een ding in zich dat, en dan gaan ze hier wonen en ze gaan daar wonen en ze gaan daar wonen en binnen 3 weken is het hetzelfde liedje. Ja. Dan is het meestal iets van de persoon in kwestie. Ja. Als ik er ook naar kijk, ik kan het geen woord geven of zo. Nee, omdat je de hele tijd nog loopt te gissen. Je bent daar niet. Je komt erachter als je er contact mee maakt en het ding zelf laat vertellen wat het is. In plaats van dat jij ernaar loopt te raden. Van een afstand. Ik denk dat het dit is, ja, het lijkt daarop. Mm-hmm. Je kan 100 dingen bedenken over een sinaasappel als ik hem nog nooit gegeten heb, maar een hap nemen is andere. Misschien is het wel zuur, misschien is het wel zoet, misschien is het wel bitter. Ja, ja, ja. Daar hebben we allemaal niks aan. Pellen dat kruin en happen. Dan weet je het. Het is een van de kerndingen en waar heel veel mensen, dus dit op geen enkele manier over wijd. Is een manier waarop heel veel mensen ermee omgaan, dat noemen ze om de hete brei heen draaien. Ze weten donders goed waar die brandende kool ligt. We zijn overal mee bezig, eromheen. Ja, ik zie het wel. Ja. Maar als je er iets mee wil, you gotta go there. Dat is weer wat anders dan focussen. Ja, dat moet wel focus zijn, maar dan weer zonder dat het een dwingelandij wordt. Dus ik moet wel gericht zijn op dat ding, maar ik moet er vervolgens achter komen wat dat ding van mij nodig heeft om zich te laten zien. En anders ben ik alleen maar mee bezig wat ik wil. Ja, it doesn't work. Veel van de ontdekkingen die hier gedaan werden, was omdat ik het issue wat er was, liet komen. In plaats van try to control it, of try to change it, of het weg proberen te krijgen. En dat had ik allemaal al geprobeerd en het werkte niet. Het enige wat ik nog niet had gedaan, was het gewoon laten komen. And feel it, and listen to it, and look at it. Nou, sommige dingen die waren daar al zo tevreden mee, dat er een openheid was eindelijk, dat ze meteen oplosten en ik weet nog niet wat het was. Maar als het weg is, who cares? Ja. Weet je wel? En andere dingen, die lieten zich gewoon zien. En daarvan werd duidelijk wat er speelde of waar het vandaan kwam zelfs. Soms kwamen er zelfs herinneringen mee. Weet je wel? Of associaties of beelden. En dan maakte het zelfs op dit niveau nog sens. Wat niet per se nodig is of de bedoeling was. Het was gewoon alleen maar een uitnodiging van kom maar. En je zegt van... Dan gaat het weg. Komt het dan nog maar weer terug? Sommige dingen komen terug, andere dingen niet. Als het gaat om oude dingen, die dus onverwerkt zijn, die kunnen gewoon oplossen en nooit meer terugkomen. Andere dingen, aangezien we doorleven, komen we steeds in situaties die ons uitdagen. En de een is hier wat gevoeliger voor en de ander daar. Dan heb je daarmee te dealen op de dag zelf. En dat is net zoiets als afwassen of tanden poetsen. Het is niet van je doet 1 keer goed tanden poetsen en dan hoef je dat nooit meer. Dus ik wil daarmee zeggen, daar is geen probleem dat er soms gewoon dingen spelen op een dag. Sommige dagen zijn, let's say, spannender dan andere. En dan moet er even wat geprocessed worden. Dat is oké. Maar als we nog dingen hebben liggen van het verleden en er zijn nieuwe dingen, dan... loop je het risico dat dat gaat opstapelen. Dat is wat minder handig. Ja, dat kan. Daar ga ik vechten. Ja, maar dan zijn we dus steeds met ons gevoel aan het vechten. En er moet een soort omkering komen dat we het gewoon laten komen. Het moet aan mij duidelijk maken wat het nodig heeft om uit mijn systeem te kunnen gaan. Je hebt alles al geprobeerd om het op je eigen voorwaarden te doen. It doesn't work. Oké, fair enough. Draai het een keer om. Wat heeft deze emotie of verschijnsel van mij nodig? Wat voor soort aandacht? Welke openheid, welke feel, welke nabijheid?
om op te kunnen lossen. Ik heb zo door de loop van mijn leven af en toe echt het gevoel van, wat doe ik hier? Ik heb best een goed leven, ik heb niet echt heel veel problemen of zo. Ik kan wel goed leven, maar ik kijk af en toe echt van, wat doe ik hier? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het saai. Dat hoor ik net ook al. En ik denk, is er dan iets wat ik zelf gedempt houd? Of is er iets wat mij heeft gedempt, waardoor... Dat valt niet zo 1, 2, 3 te zeggen, maar je zou het kunnen onderzoeken. Dus het heel prettig hebben, bijvoorbeeld, kan natuurlijk een bijeffect genereren van dat iets anders, wat veel levendiger of creatiever is, wordt weggehouden. Dat zou kunnen. Maar dat kun je niet zomaar vaststellen, maar het kan wel onderzocht worden of dat zo is. Te comfortabel hebben is niet per se altijd het meest levenslustige. Avontuur brengt soms dat. Ja, en daar zit een verrassingselement in. En aan de ene kant vinden we dat wel leuk, aan de andere kant hebben we een grote weerstand tegen verandering. En dan kan ik dus op een heleboel dingen nee gaan roepen, terwijl die me wel roepen eigenlijk. Van, doe eens iets anders of ontwikkel eens een andere kwaliteit of open zijn voor nieuwe dingen. Als we ons niet vernieuwen, dan worden we voorspelbaar, saai. Dus het leven is nooit saai. Dus mensen roepen van het leven is saai. Nee, nee, jij. Dus het blijven zitten in een comfortzone. Ja, exact. En dat is prima, totdat het niet meer prima is. En dan gaat er iets knagen van binnen. Want we willen niet alleen maar een beetje vegeteren, zeg maar. Comfortabel vegeteren. Een organisme wil ook tot expressie komen. Nou, als we eenmaal zoiets hebben van, dat zou kunnen spelen, dan zou het kunnen zijn dat we iets beter gaan opletten op innerlijke signalen en uitnodigingen van buiten. Van te kijken waar we allemaal nee tegen zeggen, wat we afhouden, wat we eronder houden. Als we gaan kijken, dan kan het zijn dat er iets op gang komt wat tot een verandering gaat brengen. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik dat doe, dat ik dingen tegen. Nee, dat kan wel zijn, maar daar neem ik geen genoegen mee. Dat weten we pas als we het onderzoeken. Heel veel mensen hebben niet het gevoel dat ze gespannen rondlopen totdat je in die spieren hier knijpt. En dan gillen ze het uit, wat aangeeft dat die spieren veel te vast zitten. Maar kijk, ik heb nooit het gevoel gehad dat daar vast zat. Nee, Zo was je eraan gewend. Dus dat is geen argument met andere woorden. Dat ik niet of wel een gevoel heb, dit of dat. Nee. Kijken. Ik wil het weten of iets zo is of niet. Ik wil me door anderen, maar ook door mezelf, niks laten aanpraten. En een gevoel is een heel slecht argument. Want een voorbeeld wat ik altijd geef, voor een heroïnejunk voelt het heel goed om heroïne te spuiten. Toch is het voor de meeste mensen een slecht plan. Het voelt goed. Ik voelde helemaal in het moment puur intuïtief aan dat ik, ja, oh, yeah man, this is it. En het gevoel alleen al van, ik vind het eigenlijk vervelend, is een heel duidelijk signaal dat er iets schroot. Something has to happen. Als water te lang stilstaat, wordt het ondrinkbaar. Ja, ik zou alleen niet weten wat. Nee, maar dat is te snel. Eerst gaan kijken of dit zo is. En als je ziet dat het zo is, zal de motivatie, wat ik eerder al zei vanmiddag, van binnenuit komen om dingen te ondernemen. Maar wij willen van tevoren alles al weten. Ja.
Dat hoeft helemaal niet. En dat kunnen we helemaal niet. Hey, ik was wel een gedacht van... ik moet weer wat doen, hè? Ik moet weer gaan werken. Ik hoef niet echt te werken. Maar toen heb ik die stap genomen. En toen gebeurden er opeens allerlei dingen. En ik kreeg ook last van mijn knie, waardoor ik dat werk niet meer kon doen. Dus het was heel snel, was dat klaar. Ja, maar misschien gaat het helemaal niet over werken. Wij zoeken altijd, als we niet gaan voelen en kijken wat er speelt, het in bekende sferen. Maar ik moet eerst eens kijken wat er nou speelt van binnen. Misschien wordt er dan iets wakker wat levendig en creatief is. En die vertelt me dan wel wat er gebeuren moet. Maar ik wil het allemaal weer vanuit de bekende kennis die al aanwezig is gaan zitten doen. Nou, dan hebben we kans dat we een impuls opvolgen op exact de verkeerde manier. Dus dan denk je te veel? Yes, of course. Je vult het al in vanuit het bekende. Oh, ik werk niet, dus dan zal ik moeten gaan werken, dan zal dat het wel zijn. Ja, dat is heel rap. Maar misschien de spijker op de kop, maar de plank volledig mis. Dus ik zou eerst willen luisteren naar dat innerlijk, wat misschien zegt, er moet iets anders. En het niet meteen gaan invullen, laat het dan dat over. Listen, in plaats van invullen. Feel it, observe it. Alleen dat al zal tot een veranderingsproces leiden. Want echt naar binnen kijken en gaan luisteren wat daar gewenst wordt, om het zomaar te zeggen, dat is al totaal niet saai. Het is best moeilijk. Het is niet gemakkelijk. Maar het kan wel. Hoe doe je dat? Ja, dan moet je een paar dingen van me lezen. Dan denk je, nou, daarom schrijf ik die dingen op. Welk boek? Nou, Vreugde van Verlichting zou ik mee beginnen. En op mijn site zou ik EHBO downloaden. En die is gratis zelfs, dus het gaat helemaal niet over geld, want zoveel verdien ik helaas niet aan die boeken. Maar dan heb je gewoon wat dingen waar je mee aan de gang kan. En alleen al gaan leren luisteren naar dat innerlijk en leren in- en uitzoomen op een bewuste manier. Alleen dat al kan tot een verandering in je leven leiden. Nog even los van of je nou gaat werken of schilderen of I don't give a shit. Want daar gaat het helemaal niet om, dat is alleen de veruitlijking ervan. Weet je wel, maar dat van binnen wat zegt, ik wil meer leven, want daar komt het eigenlijk op neer. Weet je wel, het zit daar een beetje, ik zit hier te verpieteren, man. Weet je wel, dat wil eruit. De vorm, dat komt vanzelf, maar eerst moet dat erkend worden en ervaren worden. En anders dan gaat het zo... Life is not boring, I am boring. Cool, ja, you too. Nou, mooi. Ik vind het best zo. Ik dank jullie hartelijk wederom voor je openheid enzovoorts. En, het gaat je goed. Wegwezen. Ja.